Beste kwekers van Nederland, we zien hartverscheurende beelden die langskomen op het journaal en op de social media. En als bloemistengroep willen we jullie allereerst een hart onder de riem steken. Het zijn voor jullie moeilijke tijden, heel ingewikkeld, heel zwaar. En we willen jullie in deze ingewikkelde tijd ook heel veel sterkte wensen. Sterkte om erdoor te komen en sterkte om het vol te houden. Wat we namelijk ook zien is dat jullie als kwekers ook bezig zijn met directe verkoop aan consumenten. Stalletjes langs de weg of een mogelijkheid om bij jullie te kopen als particulier. En we doen een dringende oproep aan jullie, wil je alsjeblieft daarmee stoppen? We hebben daar als bloemisten enorm last van. Maar wat vooral lastig is, op lange termijn, consumenten zullen er mogelijk aan gaan wennen dat op deze manier en tegen deze prijzen ook producten verkrijgbaar zijn. En dat is denk ik voor jullie niet goed, maar zeker voor ons ook niet goed. Dus een dringende oproep, wil je alsjeblieft de directe verkoop aan particulieren terug gaan schroeven tot eigenlijk tot een nulniveau. En we hopen dat jullie dat kunnen opbrengen om samen ook zo weer te werken aan herstel van de keten van bloemen en planten.